heb ik laatst weer gekocht, dat weet u wel. Nee, hij doet het alweer niet. Hoe raar je het zo? Wat zegt u? Nee, dat was de keer daarvoor hoor. Toen had ik hem even mee naar de keuken genomen en toen was de aardig te vol. Dus zette ik hem even op mijn fornuisje en toen had ik vergeten het gas eronderuit doen, weet je wel. Wat? Ja, nee, ik wou dit even weten, meneer Grijswater. Ik heb hem nou 3 maanden, hè. Maar komt hij dan nog onder de garantie? Ja, zie je nou wel. Volgens mijn verloofde viel hij namelijk niet onder garantie, hè. Dus ik was wel bang. Nee, maar dan breng ik hem vanmiddag wel even langs, goed? Wat er mee gebeurd is? Oh, helemaal weer, zeg. Ik sta gisteren vlug terug mijn douche te strijken. En er vliegt een knoopje af tegen de muur en zo regelrecht door zo'n gleufje in dat schattige kleine tv'tje, hè? Oh, kan dat niet kwaad? Nee, maar dat wist ik dus niet. Dus ik heb het eerst met een haken geprobeerd, hè? Maar al wat ik naar buiten trok, zegt de malste dingetjes. Maar geen knoopje, hoor. Dus toen ben ik er maar even mee op een balkonnetje gestaan en schudde dus. En toen moest ik niezen, maar ik kon niet. Dus ik kijk even de zon en toen ging het gelukkig toch. Maar wat denkt u? Ja zeg, van 5 hoog bovenop de parkeermeter trekken. Hoe trek je het, hè? Nee, maar daarom vroeg ik u ook eerst even over de garantie, hè? Wat zegt u? Niet. Ja, moet u nou even horen, meneer Grijswater. Ik vraag u, valt hij onder garantie? U zegt, ja, hij valt onder garantie. En van 5 hoog op een parkeermeter noem het geen vallen. Ja, zo kan je er altijd onderuit praten. Nee, ik hoor het al, meneer Grijswater, burger zomaar. Maar nou, een andere vraag nog even. Wat is de inruilwaarde van een zakje scherven met een knoopje? De smeerlap. Maar dat gooi ik voor de consumentenbond. Wie het laatst niet, niet het weg. Ja, het is een gave. Het is oplichterij van gemeente soort natuurlijk. Maar het is een gave. Goedemorgen. Morgen, meneer Buurt. Morgen, zeg wel. Grote, zeg, wat zie jij er weer patent uit, hè? Met dat hier en dat daar, zeg, leuk hoor. Geeft iets van lente. Iets van lente, ja, iets van uitbotten. Speel zo leuk, waardering weer. Dank je. Nee, de dank is helemaal mijn kant, zeg het voor. Ja, ik ruik het van achter. Je zal gewoon zin krijgen om. Waar had ik het over? Nou, ik weet dat je iets zei over een van de gaafste en de gemeenste vormen van oplichting. Oh ja, zij schatten, hè. Wie? Wie? De twee tantes, de dametjes Peperplas, wie anders? Ach, gut. Zijn ze opgelicht? Nee, die lichten zelf op dus, hè. Die hebben de gave namelijk, hè, oplichterij natuurlijk. Ja. Die kleine dus, Bertha, de dikkertje Bertha Peperplas, begrijp je wel? Nauwelijks. Nou, boodschappen. Die krijgt boodschappen door. Die hoort dingen. Ja. De stem dus, kwestie van gaven hebben, wat wil je? Je rijdt de kwakzalverij natuurlijk, trucjes allemaal, maar zo boven natuurlijk als de Wiede Pieten. Hoor, dat verzeker ik je. Oh, wordt er dan af en toe een stem die jij zegt wat er gaat gebeuren? Ja, af en toe. Altijd, elke seconde van de dag. Die indruk krijg ik er tenminste van, hoor. Die ratelt maar door die kwek. Zee zeg, en over de toekomst, komt dat uit? Woordelijk, letterlijk, mis nooit, laatst nog. Zegt dat wijfje opeens, ja, ik zal het hem zeggen. Ik zeg, wat zegt u? Ze zegt, nee. Hij zegt net dat u vandaag moet uitkijken voor uw broek, meneer Wielers. Ja, en? En? Nog een minuut later slaat de zuster, komt groeiende thee in mijn schoot. Nee. Ja, ik, zo'n bak zwart loog, bijzend loog, weet je wel. Ja. Ik wist niet hoe gauw ik hem uitkreeg. Je broek? Nee, maar komt thee. Die broek die ging vanzelf op zijn zweert, hè. Die lag er gewoon weg te vreten in het zuur, hè. Ze zegt nog, zal ik niet even een doekje voor u halen? Ik zeg, doe u geen moeite, ik leg er wel een krant overheen. Ja. En die zus, die hoort die stem niet? Ja, zeker wel, maar die gelooft er niet in, hè. Die is meer een verstandelijke type, die lacht erom, hè. En dan zijn die andere twee beledigd, hè, dagen dat ze niet met elkaar willen praten, die drie. Nee, zeg, maar het komt wel allemaal uit. Alles, tot op de letter, je rijdt de boer me nog.
bovennatuurlijke smeerlapperij, maar het gebeurt. Niet te geloven. Oh nee, en vannacht dan maar weer even. Vannacht? Ja. Ja, maar wat is er dan gebeurd? Nou, wat er voorspeld was gisteravond. Ik ga er even mijn dagelijkse kopje thee drinken bij die twee, hè. Bak zwavel, de kokende olie dus. Je drinkt er leer mee op je tong, eerlijk. Je maag hangt een uur later nog de grote brandalarm tegen je richten bij je, eerlijk. Ja, wat was er nou? Nou, wat was er nou? Ja, hier. Ja. Mekaar weer een beetje bunzig aan zitten kijken. Van, zeg jij het maar. Nee, jij. Dat ik zeg alle donders ook hoe best. Voor de draad ermee, hè. Nou, en toen kwam het hoge woord eruit, hoor. Ze hadden een boodschap. Hè, dat ik met een van huilige stroo zat zeg. Wat is dat er weer voor een geblakerde waanzin? Dan doe ik dat nog even die boodschap. Schrijf maar op een briefje. Nou. En dat hadden ze dan al klaarleggen, die gehaaide bliksem. Wat voor boodschap was dat? Vergeet de stem weer even. Greep geesteleed. Stuur je even op een boodschap, zeg. Het briefje. Waar heb ik het? Hier. Ja, hier. Hier, hoor even. Red de middernacht bij volle maan uw leven in den heksenkring. Ga naar het helmwater. Doe uw kleedje af. Reinig uw ziel. Volgt het licht en de stem en doe boete. Nou. En aan wie was dat gericht? Aan die twee oude krenten. Oh, dus niet aan jou? Ja, nee. Maar je kunt als krent die twee taarten toch niet de middernacht de volle maan het bos van Piet insturen. Het bos van Piet? De heksenkring. Ja, dat zijn daar zo'n stuk of wat van die kreupelbeuken en het helmwater. Dat is daar aan de andere kant een stinkvennetje. En die boodschap ga jij doen? Als ze vergeten komt. Ja, nou, dat wil ik wel even. Boven natuurlijk de fles en trekkerij, akkoord, maar één kop thee over mijn broekjes welletjes. Ja, maar als het nou toch een opdracht voor die vrouwtje zelf was. Ja. Ja, Eline, dat sputterde ik ook nog even. En toen was ik helemaal klaar, zeg. Dat koffertje stond ook al gepakt. Koffertje? Met mijn kleedje. Die meiden hun jas, hun hoed en hun schoenen. Dat ik er een beetje op leek. Ja, dat zijn dondersteen hoor, die twee. Ja en amen tegen greep, maar ze beduvelen er waar ze bij staan. Ongelooflijk zeg. En ging dat? Bij die heksenkring? Nee, dat ging helemaal niet zeg. Dat was een grote ramspoed, zacht uitgedrukt. Nou, vertel. Nou, stel je maar eens even voor, hè, hoe je je voelt, nietwaar? Je hebt van doek, oude meidenschoen aan je voeten en zo'n beurse fruitschal op je hoofd. En dan die bloedhete nieuwe bontjas van dikketje Bertha om je lijf gesnoerd. Nee. Jazeker. Ja, dat noemt ze de nieuwe bontjas. Het arme beest is al 2 wereldoorlogen geleden gesneuveld. Moet je rekenen, hè. De kankerballetjes benemen je de adem. De nieuwe bontjas. En daar rijd ik dan op het spookuur met gedoofde lampen dat bospad mee op. En ik stap uit. En ik breek meteen mijn nek over die hoge hakken. Ik duik voor oud vuil tussen de bramen. De fruitschaal over mijn ogen. Ik kijk op, wat denk je? Nou? Gedaante. Voor het spookuur zeg. Bleke enge, witte gedaante. Oeh, dat griezel zeg. En wat zei je? Ik zeg vrede. Ah, en hij? Goeie vraag, ja. Wat zei hij? Nou, dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Heel bovennatuurlijke reactie ook weer. Hij buigt zich over me heen. Hij zegt, hoi. En hij zegt, hoi. En hij geeft me een klap in mijn nek. Oh, dat is ja. Ja, oh, dat is ja. De helft. Vrolijk groei. En geef je dan even de middernacht weer volle maan een klap in de nek. Over bleke engers gesproken. Ja, nee, ik zie daar op een midden onder onze oefening notabene, zie ik een vieze oude krolse beer tussen de bramen liggen donder, ja. Dat ik denk... Ja, met 1,5 meter eikenhout in mijn nek. Nee, dit was een draadje betonijzer, oma oud.
Wat maakt het verschil? Nou, dat het wat prettiger in de hand ligt, hè. Weet je wel. De Helen, kan je je voorstellen wat er in mijn hoofd is? Ja, wat dacht je wel? Ik dacht dat ik stierf, zeg. Dan ga ik dood. Ik sterf. Daar ga ik. Het is gebeurd. Red de middernacht met volle maan uw leven. Jawel. Over metafysische snelapparij gesproken. Eerst stuurt mevrouwtje Greetje het bos in met de boodschap je leven te redden. En vervolgens bezorgt je een klap met een draadje betonijzer. Oh, dat is toch geen voorspelling meer, hè? Dat is toch het zelf waarmaken. Ja, als jij jezelf voor een beer gaat lopen uitgeven. Beer? Dat was die meid een nieuwe bontjas. Oh, en ik maar denken dat die in de rui was, dat oude dier. Dat oude dier, waarom niet, hè? En sinds wanneer draagt een beer hoge hakken en een fruitschaal? Ja, raadpleeg me dat antwoord maar een berendeskundige, zeg. Ja. Zeg maar, sinds wanneer draag jij die spullen? Ja, nee. Wat vertel nou eens, wat gebeurde er nou? Daar gebeurde van alles. Dat kun je zo gek niet bedenken over het gebeuren. Ga maar even naar. Iemand zegt groei, geeft een klap in je nek. Dat ik ervan knek. Ik duizel over hem, waggel halverdood richting heksenkring. Ram! Ram? Ram, bababberen. Tussen de bramen? Nee, tussen de ogen. Voor de verandering tussen mijn ogen ditmaal. Wie? Blinke Enger 2. Geef me eerst een soejang tussen mijn ogen en zeg dan... Morgen, chef. Tada, Helle. Eerlijk hoor, precies zo. Ram tussen mijn ogen. Morgen, chef. Vol? Overdrijf ik, vol? Nee, chef. Het was na 12 gezet, nieuwe dag al zo reeds aangebroken zie. Oh, wat een Paul. Wat is er allemaal niet zacht, hè? Als sterkte bijvoorbeeld de vrolijke deurtjes. Een soort van privévuurwerk. Ik stond dat te genieten, hoor. Red de middernacht uw leven, jawel, mevrouw. Of heb je die klap, heb je voor die klap ook een logische verklaring, Paul? Ja, moet u luisteren, chef. Als ik daar in dat grillige maanlicht opeens met zo'n stomzinnige valse grijns... zo'n gore grote oude gorilla op me afmeet. Te zien komen waggelen. Sorry, maar dan wil ik wel even voor je. Paul, beste brave Paul, ben ik een grote gore oude gorilla met een stomzinnige valse grijns, Paul? Ja, kwestie van de belichting, chef. Oh. Een soort van groteske vertekening, begrijpt u wel. Want niet zodra had ik u als die turf gegeven en... toen hoorde ik u kwek zeggen of ik was weer thuis, ja. Vandaar dat morgen, chef, in die volgorde. Ter Helle, de koele analyse even in die volgorde. Herken de blindelings aan mijn kwek. Ja, in het donker zijn alle roofdieren graal, weet je wel. Ja, dat bedoel ik, Raap. Hè? Plus die malle fruitschaal op uw hoofd, chef. Vandaar dat misverstand dat wij dachten dat u even leuk mee kwam doen, begrijpt u wel? Nee, Paul, dan begrijp ik niet, Paul. Ik begrijp niet hoe je van iemand die zojuist twee keer achter elkaar zo goed als dood is geslagen, hoe je daarvan veronderstellen kan dat hij waar dan ook vrolijk aan mee komt doen, Paul. Nee. Maar heus dat zo'n man de eerste 10 minuten volkomen versuft rond de stijgingen zegt. Ja, dat zagen ik en die knapen aan voor een dans des ondergangs, Lien, begrijp je wel? Nou, meisje. Wat deden jullie daar dan? Goeie vraag, dat hebben een leuk antwoord trouwens ook, Paul. Ja, kijk. Dat is de weer oplevende belangstelling voor het heksengeloof van die knapelien. Uit Engeland overkomen waar je dat, hè? De duivelskerk en zo, dus gekke gedachten wel. Zeer gekke gedachten, Volda. Nou, alleen nog het cannibalisme en het talentrekken in ere hersteld en dan ligt weer een taak voor Bonifatius, wat jij. Ja, het is het opnieuw ontdekken van mystieke onderstromen, chef. Ja. De waardebeleving van het pre-verstandelijke oerritueel met centraal daarin het element van de kosmisch reinigende bezweringskrachtvelden, weet u wel. Ja. Waar nodig, verbeter me, knaap. Ja, nee. Zo van de geweldloze vervloeking van hen die daarvoor in aanmerking komen en zo. Dus wel eigenlijk zekere zin, weet je wel. Ja, geweldloze vervloeking. Is dat serieus, Paul? Ja, met een ludieke ondertoon, chef. Terwijl als dat kluiskoppertuig daar onder mijn ogen mijn pop op de brandstapel hijst, doe jij dat geweldloze vervloeking? Je wat? De pop. Ja, pop van de chef, Lien. Ja. Chefse pop, hè. Ja. Plus pop van de burgemeester dus. Beetje verbranden, weet je wel. Om dat vuile zaakje te bezweren, dus min of meer die toer... Hé, hey, Bobo, om welk vuil zaakje te bezweren, ben je? Heeft u dat niet begrepen, chef? Hey. Dat was toch dat handigheidje van u en de burgemeester... om er in de raad even de bouw van die 6 torenflats in het bos van Piet door te drukken, niet, chef? Ja, wie zegt dat? Wat is dat nou voor waanzin?
Hoe zijn jullie daar in godsnaam achtergekomen? Ja, en zou dat dan misschien een van die oerbronnen van het buitenzinnelijke mysterie wezen, chef, die dat heeft aangedragen? begrijp je dat, Lin? Dan stellen die twee viespeuken even dat luizenbosje van Pieter Bederven met Fletch, ja? Nou, dan moet je net de oerbronnen van het buitenzinnelijk mysterie hebben, zeg. Of die er dan even de kosmische ziekte in krijgen. De helle. En daar gaan de heren dan even met een ludieke ondertoon je pop voor verbranden. Ja, verschrikkelijk zeg. Wat deed je? Wat dacht je? Nou, ik dacht dat gek werd. En wat deed ik? Nou, dan zal er toch iemand de 20e eeuw moeten vertegenwoordigen daar niet. En het zal gewoon weer geen Beatles wezen. Dus ik zeg, hola daar, ho, ho, ho daar. En krijg mijn pop. Bob in mijn wagen en rijden. Licht uit natuurlijk, in de oorlog geleerd had. Hè. In het verzet, je weet, hè. Ik zat toen in het verzet namelijk. Oh ja, nou, hey, laat mijn vader nou van de week nog even opmerken dat jij in de oorlog in iets heel anders zat. Ja hoor, fijne broer Piet weer even. En waar zat ik volgens fijne broer Piet in de oorlog dan in, vraag ik? Hè? Nou, kan het iets geweest zijn van in de piepzak? De piepzak, ik heb hier. Nou jongen, één ding, knaap. Wat broer Piet in de oorlog te kort schoot, dat deed ik in het verzet, daar. Ja, nou volgens mijn vader deed jij het in de oorlog heel ergens anders in. Ja. Ik had hem zijn poppen moeten zien redden van de brandtafel zijn. Je vader. Ha! Piet Bangebroek. Ha! Ja, zeg, wat gek. Ik heb dat uitgekomen is. Ja, dat bedoel ik als afdruk. Wat zei je? Nou, dat je daar wel degelijk bij volle maan je leven hebt gered. Symbolisch dus, je pop. Grote goden zeg, ja. Heb ik iets gemist, chef? Nee, ik ga je geen bliksem aan, man. Grote goden, ze hebben overgebonden zinnelijke naamzuigerij gesproken, niet? Wat ik je zei, komt uit letterlijk, je ziet het. En ben je nog bij het hellewater geweest? He? Jazeker, ja, maar hou daar maar over op, zeg, rampen. Het helle water? Wat moest jij daar allemaal? Ja, niks, man. Moest ik een boodschap doen? Grote mensenwerk, bemoei je er niet mee. Niet waar het kind bij zit, vol geen verdere tranenkaart, je begrijpt. Ten volle, chef, maar wat voor boodschap dan, chef? Nou, die maakt hier weer van hier, wat heb ik het? Hier, wacht even hier. Ah ja, het gaat op het helle water. Doe uw kleedje af, reinig uw ziel, volg het licht en de stem en uw boete. Ja. Malle geestenleed aan het woord. Nou, klinkt een dekselsprok mystieke overtuiging het ook, chef. Ja, dat bedoel ik. Over in de onderwereld, man. Retourtje bezemsteel. Zeg, bedoel je dat het ook allemaal is uitgekomen? Ja, wat moet daar aan uitkomen? Dat is gewoon een kwestie van een boodschap doen. Doe uw kleedje af en reinig uw ziel. In dat stinkende hellewatertje, oma Al. Ja, dat bedoel ik. Dan moet je er wel een hele vieze ziel hebben. Wil je daarin kunnen reinigen? Trouwens, vertel jij maar eens hoe je je ziel reinigt. Dat vertellen ze er namelijk niet bij. Mediterenderwijs wellicht, chef? Oh, ja, nou, dat stond me ook. Even niet na Pol, hoor. Om daar een beetje in de meidenjas onder mijn kruidband te gaan zitten piekeren. Dat moest ik trouwens afleggen, mijn kleedje. Maar hoe deed je dat dan? Gewoon. Waar zit je ziel? In mijn hier, nietwaar? Dat valt niet te scheiden. Reinig je het ene, reinig je het ander. Dus leg je kleedje maar af en duik er maar in. Nee. Jazeker, klaar is klaar. En reinig hem maar, jongens. Ja, over wasmiddel gesproken zeg. Voor de zwartste ziel van uw leven, eerlijk. En ram in mijn gezicht. Wat? Schijnwerper. Het licht. En dan brult er ook nog even zo'n megafoon in je oor zeg. Eruit daar. De stem. Man op 20 van de politie. Eruit daar. En dan sta je dan te rillen met je afgelegde kleedje. Hey. En wat zeiden ze, chef? Ze zeiden, daar heb je weer zo'n diespeuk. Tegen iemand die zijn ziel staat te reinigen, zeg. En dan zeg ik meteen, heren, als heren onder elkaar, zou ik u even mogen zien, alsjeblieft, met uw viespeuk. Nou, toen kon ik
Toen kan ik meteen een klap met de lap krijgen, zeg. Raar, hè? Ah, geen binding met het mystiek beleven, chef, die mensen... Binding met niks, Paul. Zien alleen het slechte in de mens. Grove taal uitslaan maar van... waar leggen je kleren, viezering? Ik zeg daar ergens, nou, dat is ook weer een feest hoor, toen ze mijn bontjas en mijn pruik gaan. Zo, ben jij er een van die richting, vuilneus? Dat soort taal insinueren, maar hè. Zo, en waar is je dicht dan? Wat ik geen eens begreep, dat ik zeg, als u mijn pop bedoelt, die ligt... Die lijkt nog in mijn wagen. Nou, toen waren de rapen helemaal gaar hoor. Toen begon ze een TBR'tje te dreigen. Wat het ook wezen mag. Dat is een soort van strafmaat, chef. Ja, dat bedoel ik. Volg het licht en de stem en doe boete, zeg. Hè? Ja? Waarachtig, gekke greet spokenbeet. Die zal het niet voorspellen, begrijp je? Ja, maar hoe kwam die politie daar nou zo gauw? Ja, dat vroeg ik ook, ja. Bleek een tip uit de burgerij geweest te zijn. Die man die zegt, er was ons gezegd dat dat gaai is van dat jeugdhonk hier weer eens de een of andere smeerlapperij zou gaan uitkieren. Maar voorlopig vangen we hier alleen nog maar een paar volwassen afwijkingen. Meer fout, chef? Ja, dat begreep ik ook. Ik vol, hè? Tot ik me dus een plekje zocht in de overvalwagen en daar opeens in het pikken donker achter me de stem van de burgemeester hoorde ze. De burrie, oma oud, jee, wat zei die? Hij zei, zou u even van mijn schoot willen gaan alsjeblieft? Maar wat deed je daaraan? Zijn boodschap. Van die donker steeds de peperplas of weer, hè? Die had ik kennelijk gedacht dat ik dat vergeten zou en daar zaten we dan. Ze middernacht en maandag in de overvalwagen zeg, uitgerekend die twee rakkers die daar in hetzelfde bos van Piet het plan hebben, 6 torenvlekken. Grote, oude Paul! Ingeving, chef. Paul, welke doortrapte mystieke oerbron had dat aan jullie doorgegeven? Ja, u gebruikte net zelf al het begrip dondersteentje, chef. Alle achter en een tip uit de burgerij zijn de enige twee die van het plan van de heer burgemeester en mij afwisten. Zal ik dit aan de oog daar, als je het over een dondersteentje hebt, Ritterman? Ja, Ritterman, bent u het volgende morgen? Ja. Ja, die is de schat. Ja. Ik geef hem even. Ja, geef me hier. Ja, Biels hier. Ja, dat is helemaal charmant. Dat doe even bij. Burgemeester aan de lijn, meneer Ritterman. Hij ziet af van wat, zegt u? Van het plan Pieterbos, zegt u? Ja, nee, maar dat is gezust, meneer Ritterman. Nee, dat met de politie vandaag, dat is...